In de drie biebertjes. En deze prijs gaat naar degene die... We hebben hier vandaag de Almeloze debatwedstrijd voor de beste die beter van Almelo. Alle scholen van Almelo konden daaraan meedoen. En de winnaar vandaag gaat dan door naar de provinciale finale, want uiteindelijk is het een provinciale wedstrijd, de Overijssel Debat Award. Ik vind het niveau zelf behoorlijk hoog en ik denk dat de jury het moeilijk heeft om de winnaar aan te wijzen. Finalisten worden nu bepaald en uiteindelijk zal er maar één kunnen winnen natuurlijk. Dat is altijd en dat is ook wel jammer. Want ik denk dat alle deelnemers het heel goed hebben gedaan. En dan is het wel jammer als je dan niet wint natuurlijk. Wat ik heel belangrijk vind en daarom vind ik de hele wedstrijd goed, is het feit dat allerlei scholieren hier... Want we hadden eerst een activiteit ook voor heel veel scholieren. En uiteindelijk zijn de 7 die vandaag meedoen daaruit geselecteerd. En het feit dat heel veel Almeloze scholieren op het stadhuis komen, met de politiek in aanraking komen en uiteindelijk met de provincie Overijssel in aanraking komen, dat vind ik alleen maar goed. Dus alleen maar winnaars eigenlijk. Ik zou het wel prettig vinden als meer inwoners van Almelo hun raadsleden zouden kennen en daar ook een mening over zouden vormen. U bent zelf een docent op de PS10 school hier in Almelo. Wat voor vakken geeft u daar? Ik geef daar Nederlands en onderdeel van Nederlands is natuurlijk debatteren, dus zo ben ik ook betrokken hierbij. En daarbuiten vindt de PS10 het heel belangrijk om politiek en gemeentelijk betrokken te zijn. Dus daarom zetten we ook ons beste beentje voor om met de provincie en de gemeente dit te organiseren. Wat zou u ervan vinden als de raadsvergaderingen rechtstreeks op tv kwamen in Almelo? Nou, ik denk dat het best goed zou zijn, want volgens mij zijn er regelmatig mensen die 's avonds gewoon maar een beetje aan het sappen zijn. En als ze dan toevallig op een raadsvergadering komen, dan is dat alleen maar goed. Want ik denk dat ze wel blijven hangen als het gaat om onderwerpen die hun aanspreken. En dat komt natuurlijk vaak aan de orde in de gemeenteraad, dus ik zou het geen slecht idee vinden. Overijssel Debat Award Almelo 2017 is gewonnen door Sanne. Ja, pak hem aan. Heb je hem? Ja, hij is echt zwaar. Hè? Ja, mag ik alle prijswinnaars even naar voren? Daarna met z'n allen even op de foto en dan... Finito. Ja. Jullie staan er niet op hoor, wees maar niet bang. Kruip maar onder de tafel. Ja.